Rust en stilte in de schorre inboom. In normale zomers hoor je hier de pompende beats van het wereldberoemde dancefestival Tomorrowland. Dat is door corona al 2 jaar geleden. Dit jaar zou Tomorrowland eerst wel weer doorgaan. Niet midden in de zomervakantie zoals anders, maar pal bij de start van het nieuwe schooljaar. Dit is onze school. En dit is de schorre bij ons om de hoek. En hier komen we elke middag spelen. Onze school ligt eigenlijk net tussen de camping en het hoofdpodium van Tomorrowland. Dus ik denk dat wij sowieso wel heel veel lawaai zouden hebben. Lesgeven zou niet lukken, denk ik. Maar de juf kan gerust zijn. Tomorrowland gaat dit jaar dan toch niet door. Dat leek me niet echt een goed idee, want dan gingen er heel veel kinderen niet goed uitgeslapen zijn en niet goed geconcentreerd tijdens de lessen. Ik was best bezorgd dat er veel nieuwe coronabesmettingen terug zouden bijkomen en dat wij dan ook terug in september met een mondmasker naar school zouden moeten. Ik vind het wel jammer dat het vuurwerk niet doorgaat, want ik vind dat best wel leuk. Bij Tomorrowland is er ook altijd een buurtfeest, daar mogen wij dan komen. En dan s'avonds mag ik ook opblijven tot middernacht voor het vuurwerk. Tomorrowland vind ik wel leuk, maar soms ook wel irritant als je dichter van in de buurt woont, want dan heb je veel geluid en ligt er overal afval in de bossen. Ik vind het wel goed dat het volgend jaar kan doorgaan, want dan kunnen andere mensen er wel blij mee zijn. De video heb je gecheckt, nu nog liken. Ja, daar beneden zo. En hier vind je nog meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karrewiet te missen.